De Magna Bastiek is een bomberjas die geschikt is gemaakt voor gebruik op de motor. Niemand zal zien dat jij net van de motor bent gestapt, maar toch zeker wel heel veilig van A naar B bent gereden. Ik ben Mark van Motor Kledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Magna Bastiek, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. De Magna Bastiek is speciaal gemaakt voor de mensen die op zoek zijn naar een wat meer casual motoroutfit. Niemand die zal zien dat jij net van de motor bent gestapt, maar dat je toch wel degelijk een motorjas draagt. Hij ziet er heel normaal uit, maar is toch zeker voorzien van de nodige protectie, waardoor je er prima mee op de motor kunt rijden. Je kunt er zelfs voor kiezen om de protectoren eruit te halen en deze jas dan ook in je vrije tijd te dragen, want hij ziet er gewoon uit als een hedendaagse normale jas. Hij is gemaakt voor gebruik tijdens midseason en zomer en dat is omdat hij is voorzien van een waterdicht membraampje, wat ervoor zorgt dat er geen water door de jas heen kan, maar je vocht en je transpiratie wel vanuit de binnenkant de jas kan verlaten. Dan wordt het dan richting de zomer, heb je nog een aantal ventilatiemogelijkheden en kun je de jas dus wat door laten lichten waardoor die goed te dragen is. Boven de 30 graden zal die wellicht iets te heet worden en dan zul je kunnen kijken naar een zomerjas. De Magna Bastiek is gemaakt van slijtvast materiaal. Dus de buitenkant van de buitenlaag van de jas is volledig slijtvast. Mocht je onderuit gaan of de jas nodig hebben, zorgt dat ervoor dat je huid niet in contact komt met bijvoorbeeld het asfalt. Naast het slijtvaste materiaal is die op de schouders en op de ellebogen ook voorzien van stevige CE-gekeurde protectoren die een maximale stootbescherming geven voor het geval je dat nodig hebt. Aan de achterzijde zien we dan dat deze jas is voorzien van twee ventilatieuitlaten. Die staan in principe altijd open. En de lucht die aan de voorzijde naar binnen komt, kan zo aan de achterzijde de jas verlaten. Hij is netjes afgewerkt met een stevige elastieke band. En aan de binnenkant zit nog een lusje waarmee je de jas vast zou kunnen maken aan je broek. Zodat hij tijdens het rijden niet omhoog kan gaan en kan gaan wapperen. Aan de achterkant op de kraag een klein beetje night eye. Dat is een reflecterend materiaal. Ziet er niet heel erg licht uit. Dus valt ook niet zo op. Maar als er licht op schijnt, wordt het echt extreem fel en ben je goed zichtbaar. Aan de zijkant, ook onder de armen, nog datzelfde night eye. Dus in een rijdende positie ben je vanaf de zijkant ook goed zichtbaar. Aan de voorzijde zien we voldoende zakken. Hij is echt hartstikke stoer afgewerkt, heel veel details. Grote steekzakken aan de voorzijde, zak aan de voorkant. We hebben een speciaal lusje om eventueel je zonnebril doorheen te doen. En aan de zijkant vinden we ventilatieopeningen. Hier kun je dus de ventilatie openzetten, kan door de jas heen, je maximaal verkoelen en kan er zo aan de achterkant gewoon weer uit. Aan de voorzijde ook netjes afgewerkt met een elastieke band. En een leuk detail, als het dus warmer wordt, kun je ervoor kiezen om de tweede rits aan te sluiten. En op deze manier krijg je een extra ventilatiepaneel aan de voorzijde. Dus volledig luchtdoorlatend. En zo kun je dus lekker verkoelen tijdens een warmere zomerse rit. Aan de binnenzijde een Napoleon pocket voor eventueel je telefoon of belangrijke documenten waar je snel bij moet kunnen. En aan de binnenzijde zien we dat hij netjes is afgewerkt met een vochtafvoerende leiding. Aan de andere kant zien we drukknoopjes waarmee we de voorste flap naar achter kunnen doen, zodat het ventilatierooster ook echt een ventilatierooster is en alle lucht direct naar binnen kan om je maximaal te verkoelen. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier van deze jas een maat large. Nou, hij draagt hem alleen over een t-shirtje heen, hij heeft nog een heel klein beetje ruimte voor een dun vestje, dus wat dat betreft zou deze maat voor hem prima zijn. Wil je deze jas een keer in het echt bekijken of bestellen, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of op de webshop. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Kledingcenter doet, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motor Kledingcenter TV, bedankt voor het kijken.